Arjen van der Laan, is Henk Vrezer de ideale man om op dit moment de nieuwe trainer van Feyenoord te worden? Nou, volgens mij heeft hij zelf ook al aangegeven dat hij erg naar zijn zin heeft bij ADO. En dat hij nog wat meer bagage wil opdoen, zeg maar. Om het grote werk aan te gaan. Ik snap wel, dus ook bij Ajax en PSV zitten jonge trainers van zijn of onze generatie, mag ik wel zeggen. En die doen het uitstekend. Alleen Henk is nu nog niet eens een jaar bezig bij ADO. Dus ik denk dat hij nog wel 1-2 jaar ADO in ieder geval moet doen. En misschien nog wel een tussenstop zelfs. Voordat je bij een grote club echt klaar bent. En dan verwacht ik hem absoluut in de toekomst een keer daar aan het roer te zien zitten. Wie moet het dan wel doen? Want als Vrezer geen ervaring heeft, dan geldt het eigenlijk ook voor Van Bronckhorst en Van Gastel. Nou, heel gek. Ik zou Co Adriaanse daar wel eens willen zien. Ik zweer het je. Die is weliswaar heeft hij altijd een keer Feyenoord ook een keer afgezegd of dat hij het niet wilde. Maar hij zit nu alweer een tijdje thuis. Het is toch een trainer die met een zeer aanvallende speelstijl, die volgens mij uitstekend zou passen met een jonge groep zoals Feyenoord die heeft. Dus ik zou toch nog eens, als ik Van Geel was en die heeft een goede relatie met Adriaanse, zou ik toch nog eens even daarmee om de tafel gaan zitten. Henk Vrezer zou het nu misschien niet moeten doen. Maar aan de andere kant, zo vaak krijg je de kans niet om trainer van Feyenoord te worden. Ja, dat is het probleem vaak. Hè. Het komt niet misschien komt het maar 1 keer voorbij. Maar in dit geval hebben we het maken met een speler die zo'n jaar, bijna 10 jaar geloof ik, achterin in het centrum bij Feyenoord heeft gespeeld. Dus het is een Feyenoorder. Dus het is een man waar je ook over, is het niet over 1 of 2 jaar, kan het ook over 6 of 7 jaar zijn dat je bij hem aanklopt van joh, wij vinden jou rijp voor onze club. En dan ondertussen heeft hij ook weer... Enorm veel bagage en ervaring opgedaan. En dan denk ik ook dat het beter zou zijn hoor. Als die wat meer jarenhoofdtrainer actief is.